Hey guys, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 17 mei. Het is al 3:15. Ik heb net de hele tijd aan school gewerkt en ik dacht, ik ga de weekvlog weer even openen. De camera is bijna leeg, dus ik ga hem even een oplader doen. Maar ik ga nu toch onderweg naar de Quantum en naar de Leen Bakker. We hebben namelijk een bank gekocht en voordat ik die ga kopen, wil ik er nog even op zitten. En hij is dus van de Leen Bakker, dus ik ga daar nu even heen. En ik wil voor op het terras wat leuke kussentjes kopen. En misschien nog iets van een leuk tafeltje of zo. Dus ik hoop dat jullie zin hebben in deze weekvlog. Heb je er zin in? Doe vast een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan gaan we maar gelijk beginnen met deze weekvlog. Oké, ik ben weer terug. Echt net. En ik heb vet leuke kussentjes gekocht. Allemaal een beetje in het geel. Want dat kleed wat we bij de karwei hadden gekocht, die was ook een beetje geel. Maar in ieder geval, dus deze met een lekker reliefje. Deze vond ik ook cute. Dan deze. Deze is wat simpeler. En ook deze. Echt heel cute. En dan ook nog deze tafeltjes. Deze is wat kleiner. Die is wat groter. Echt mega leuk. Dus dit ga ik op het terras zetten als het weer wat lekkerder weer wordt. Want zo is lekker overbelicht. Het regent. Of nou, nu niet. Maar het terras is wel een beetje vochtig. Beetje nat. Dus ja, dit heb ik net even gehaald. Ik ben nog even langs Leen Bakker geweest om op die bank te zitten. Zit echt prima, dus ik denk dat we die van de week even gaan ophalen. Ja, vet leuk. Ik heb echt zin om dit allemaal op het terras neer te leggen. Ik vind het echt leuk. Goedemorgen guys, het is vandaag dinsdag. Het is nu 9:55. Ik heb gisteren weer zelf bruiner opgedaan, dus ik ben een beetje bruin. Op zich wel lekker. Ik vind het de eerste dag altijd wel vrij heftig. Maar ik weet niet wat het is met de weerapp. De hele week staat er dat het zou gaan regenen. En het is gewoon de hele tijd zonnig. Dus ik vind het heel gek. Dus ik ga nu even het terras opmaken met de spulletjes die ik gisteren heb gekocht. Nee, oké, het gaat de hele dag niet regenen. Dus dat is chill. Oké, ik ga even naar buiten. Oké, ik ben even pannenkoek aan het eten. Ik had net even een pannenkoekje gemaakt. Healthy, not. Maar oké. Er was een pakketje binnengekomen van Omona. Ik heb geen idee wat erin zit. En ik heb nog een ander pakketje binnengekregen van Maneater. En hier heb ik ook echt een mega leuke winactie mee. Maar ik ga eerst even mijn pannenkoekje opeten. En dan zal ik wel even die pakketjes openmaken. Ik heb ook echt een super leuke winactie. Dus dat ga ik zo laten zien. Oké, even chappen. Oké, mijn pannenkoek is op. Zullen we beginnen met dit pakketje voor de winactie. Je hoeft maar een paar stappen te doen. Ik zet het ook even in de beschrijving. Je hoeft alleen mij op Instagram te volgen en Maneater. En dan kun je dus één setje naar keuze winnen. En de setjes die ik ga laten zien, daarvan kun je er dus één winnen. Oké, ik zal wel even beginnen met dit groene setje. Deze vind ik echt heel leuk. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Dit is een rokje en dan kun je deze zo aantrekken. En dan is hij zo geplooid. Zo'n gedrapeerd effect. Ik zou ook wel even aanbeelden en welke kant aan deze kant toevoegen, zodat je het wat beter kan zien straks. Maar dit superleuke rokje en daar hoort dus een topje bij. En ik hou echt van deze kleur. En dit is het topje wat erbij hoort, ook dezelfde kleur. En hij gaat dus zo gekruist over je lichaam en dan kun je hem dus om je lichaam heen knopen of strikken. Echt mega leuk. Dus dit is het eerste setje. Je moet maar zelf even in de reactie achterlaten welk setje je graag zou willen winnen. Dus dan doe ik dat als setje 1 en dan deze als setje 2. Dit is een vet leuk rokje met een koeienprintje. Ik heb trouwens alles in een maatje S, volgens mij. Maar in ieder geval deze, heel leuk. En er hoort dus dit leuke topje bij. En dit is ook echt helemaal in op dit moment. Deze gaat dan zo en dan ook nog gekruist. Echt vet leuk. Dit is hoe je eruit ziet. Op de aanbeelding kan je het waarschijnlijk beter zien. Maar echt heel erg blij mee. Kwaliteit is ook echt heel erg chill. Laat even in de reacties weten welk setje je wil winnen. En volg ons allebei even op Instagram. En abonneer je natuurlijk even op mijn kanaal. En doe even een duimpje omhoog. Dat is het enige. En dan nog het pakketje van Pomoda. Oh mijn god. Een tas denk ik. Heel cute. Heel leuk ingepakt ook. Dat inpakpapier is heel mooi. Wow, heel mooi. Dit is dus een tasje van Notre Fee. Dit is het merkje. Waarschijnlijk verkopen ze dit ook los bij Omoda. Zo'n mooie kleur. Het past ook echt mega veel in, denk ik. Thanks. Oké, ik ga nu even die kleding aanpassen. Waarschijnlijk heb je de aanbeelden al gezien. Maar ja, en dan ga ik weer verder aan school. Ik heb wat happy vibes. Oké, ik ben echt super
Ik zei dit, want zoals jullie misschien weten, ik ga mijn eigen schoenen uitbrengen met Zero Nine. Als jullie dat nog niet wisten bij deze, ik mag mijn eigen schoenen ontwerpen, heb ik gedaan. En ik heb net een foto binnengekregen van de sample en hij is zo mooi. Ik kan echt niet wachten om het aan jullie te laten zien. En ik ben nu ook even een afspraak aan het plannen, want zij willen dus nu nog een dagje gaan filmen. In januari hebben we ook al een deel gefilmd, dus ja, echt zo mega leuk. Alleen, ik zit nu dus best wel heel erg met school. Ik zit natuurlijk een beetje in het afronding van mijn eerste jaar. En dan wordt het zo druk en ik heb altijd het idee dat het allemaal op het laatste moment aankomt of zo. Maar het zijn wel altijd de leukste dingen, dus daar hoef ik niet over te klagen. Maar ja, echt mega leuk. Oké, het is bijna 5 uur en wij gaan zo eten. En ik ga even wat eerder eten, want ik ga met Hanna naar Amsterdam. Want daar is een grote Primark en die Primark in Alkmaar gaat weg. Dus daar hadden ze niet super veel meer. En ik heb een campagne met Primark lopen en ik moet nog 3 outfitjes uitkiezen. Dus daar ga ik zo even heen met Hanna. Dus ik ga vroeg eten. Daar ga ik zo heen. Even mijn gordijnen dicht doen. Die plantjes van mij, jongen, die groeien zo snel. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik heb die pannenkoekenplant nog niet eens heel lang geleden gekocht. Ik denk een maandje geleden. En er zijn echt zoveel blaadjes bijgekomen. Het is echt bizar. Op zich wel goed, maar hij moet niet te groot worden. Oké, het is vandaag woensdag en ik ben net even langs het postkantoor geweest. Er lag een pakketje, want die was vanmorgen afgeleverd. En er lag nog een pakket van Lounge. Die was dus kwijtgeraakt in de post en het was met DHL, maar het lag bij PostNL. Dat was heel raar. Maar in ieder geval, het was gisteren echt super gezellig met Hanna. We hadden lekker geshopt bij de Primark. Ik heb best wel veel leuke dingetjes gekocht. Ik ga het straks even passen. Misschien dat ik het kan laten zien. Maar die samenwerking is voor op Insta. Maar ik dacht, ik maak even dit pakketje open met jullie. Er zit nog een doosje in. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Het is van Havaianas. Oh my god. Hoe leuk ook deze. Met glitters. Brazilian Balm Cream. Wat leuk. En dit is een Glow Motion. Translucent Transfer Shimmer. Oh, wat cool. Hoe leuk dit perspakketje ook. Oh, hierbij een paar Havaianas voor een hele mooie warme zomer. Vet cute. Oh, en ook nog een tas met mijn naam erop. Hoe leuk. Oh mijn god. Glitter ook. Heel leuk. Vet cute. Oké, ik ga nu ook even dat pakketje van Lounge openmaken. Dit is voor een aparte video. Dus die kunnen jullie binnenkort ook op mijn kanaal verwachten. Heel leuk. Oké, ik ga nu even die items van de Primark passen. Trouwens, dit dingetje wat ik nu aan heb is ook van de Primark. Oh my god, jongens. Ik heb net die Lounge video opgenomen. Ik ben echt in love. Ik heb dus allemaal leuke setjes. Komt allemaal nog in de video van vrijdag. Als deze vlog online staat, is het dinsdag. Maar de video komt vrijdag online, denk ik. Heel leuk. Nu ga ik even deze bende opruimen. Dan ga ik nog een ander stukje filmen voor de video die vrijdag, die afgelopen vrijdag voor jullie is online gekomen. Dus ja, productieve dag. Heel chill. Oké, het is al even iets later. Het is nu 3:15. Ik heb een ijskoffie gemaakt. Ik heb zilver shampoo in mijn haar gedaan. Voor de mensen die het zich afvragen welke ik gebruik. Nog steeds deze van Milkshake. Heel chill. Dus dat ga ik straks even uitwassen. Ik doe het altijd gewoon op droog haar. Maar ik ga het dus straks even uitwassen. En dan als ik motivatie heb nog even wat aan school doen. En anders misschien alvast even die Lounge video bewerken. Oké, zoals je kan zien, ik heb net even het terras opgemaakt. Ik heb het kleed neergelegd. Ik dacht dat het vandaag zou gaan regenen, maar de zon schijnt, zoals je kan zien. Sowieso zijn de weersverwachtingen echt super raar. Maar ik heb alles neergelegd wat ik laatst had gekocht. Echt super cute. Heel leuk. Ook die gele kussentjes. Ik moet nog even de kaartjes eraf halen, maar heel blij mee. Oké, de zon is nu even weg. Ik heb weer een ijskoffie gemaakt. Ik heb echt een verslaving hier aan. Ik ga nu even aan school werken. En verder heb ik niks te doen. Ik heb eigenlijk alleen maar school. Zo blij hiermee. Het ziet er zo gezellig uit. Heel cute. Oké, het is 6:50. Ik ben echt een beetje rood.
kom denk ik een beetje door de zon. Maar er is een pakketje binnengekomen, dus die ga ik even openen. Ik had namelijk wat besteld. Echt iets superleuks. En het is best wel duur, dus ik hoop dat het gaat werken. Maar ik heb er wel gewoon positieve berichten over gelezen. Want het is namelijk Revitalash wimperserum. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb de 3,5 milliliter gedaan, want die was goedkoper dan die 2 milliliter. Dus ik dacht, ik doe gelijk de grote. Even kijken, hij was in de aanbieding. Want op de website was hij volgens mij echt 40 euro duurder of zo. Ja, die 2 milliliter was 70 euro. En die 3,5 was 7 euro duurder. Dus ik dacht, ik doe gewoon die grote. Even openmaken. Oké, dit is hem dus. Dit is het kwastje. Oh, ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga dit dus vanaf vandaag testen. Je moet het dus elke dag op je wimpers doen voordat je gaat slapen. En in de hoop dat ze echt super lang worden. Dus ik ga het proberen voor jullie. En ik zal ook wel even updates geven in de vlogs. Besef, dit pakketje komt hierin. Veel te groot. En dan ook nog in een doos. Kan gewoon door de brievenbus. Maar ja. Hey guys, het is vandaag vrijdag. Het is nu 11:30. Ik had net al een belafspraak met een management. En het was echt super leuk. Ik weet niet. Het gaf me hele positieve energie of zo. En ja, ik weet niet. Ze dachten echt mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga er nog even overleggen en over nadenken. Maar ik denk wel dat het iets wordt. Dus heel erg leuk. Ik zal je er later misschien nog wel even meer over vertellen. Ik ben even lunch aan het maken. Weer even een broodje aardbei. Ik heb ook echt zin om weer gewoon even naar het strand te gaan of zo. Om gewoon nu op het strand te liggen. Vorig jaar konden we gewoon al lang al op het strand liggen volgens mij. Ik heb nu gewoon koud. Oké, ik ga even mijn aardbeidjes snijden. En dan... Oh ja, ik ga trouwens vanavond sushi eten. Voor het eerst weer even lekker uit eten. Natuurlijk laatst wel op het terras gezeten. Maar de restaurants mogen nu tot 8 uur open. Dus dan kun je ook gewoon avond eten. Superleuk. Dus ook echt trek in. Lekker sushi in Haarlem gaan we. Oké, ik ben dus net gebeld door die sushi tent. Afgebeld bedoel ik. Omdat het best wel hard waait. Ik was helemaal vergeten dat je natuurlijk helemaal niet binnen mocht zitten. Dus gaan we maar een andere keer uit eten. Dus we gaan vanavond lekker kip van de poelier eten. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Mijn video is ingepland. Hij komt over een half uur online. Ik moet ook echt beginnen aan mijn reflectieverslag. Want ik moet zeg maar voor dat assessment een reflectieverslag schrijven over al mijn... Ja, bij ons heet het LUPI's, dus leeruitkomst prestatieindicator. Dus daar moet ik een heel reflectieverslag over schrijven. Misschien dat ik daar alvast een beginnetje aan maak. Ik heb namelijk in juni mijn assessmentgesprek. En ik heb trouwens echt mega leuke dingetjes gezien op Shein. En niet qua kleding, maar meer qua home decoratie en zo. Misschien dat ik daar een bestelling ga plaatsen. Want we gaan maandag de nieuwe bank ophalen. Ik weet niet of ik dat... Was dat in deze vlog? Volgens mij wel. We hebben een nieuwe bank gekocht. Een wat grotere. En met een hoek. Want we merken als we bijvoorbeeld met vrienden zijn dat we echt met z'n drie op die bank zitten. Het is een tweezitsbank. En dan zit je echt een beetje zo hutje-mutje. Dus dat is niet heel chill. We wilden sowieso al een nieuwe bank. Deze hadden we toen gekocht toen echt alles dicht was toen we gingen verhuizen. Deze hadden we toen op Marktplaats gekocht. Maar hij is natuurlijk laatst helemaal gereinigd. Dus dat is best wel zonde. Maar ja, ik ga hem ook nog op Facebook zetten. Dus als jullie interesse hebben, moet je maar even kijken. Misschien dat ik een linkje kan plaatsen van die Facebook advertentie. Hey guys, het is vandaag zaterdag. Het is 3 uur. Ik heb nog niet zoveel gefilmd, maar er zijn weer pakketjes binnengekomen. Ik zal even hiermee beginnen. Ik heb hem net al opengemaakt. Maar ik heb een pakketje binnengekregen van wasparfum. En dit is echt zo leuk. Ik zal even laten zien wat erin zit. Dit is dus wasparfum, dus dat kun je gewoon bij je wasmiddel doen. Volgens mij een paar druppjes of zo. Mijn moeder die gebruikt dit dus ook. En die heeft ook laatst aan ons meegegeven. Kijk, deze hebben we zelf al. Marcy, ja, ik kan niet echt uitspreken. Deze en deze. Die had mijn moeder voor ons gekocht toen we uit huis gingen. Maar ik heb dus nu een pakketje van hun ontvangen. Echt mega leuk. Ik ga denk ik ook wat aan mijn moeder geven, want die vindt het helemaal geweldig. Oh, deze zit er nog een keer in. Dus die hebben dubbel. En deze. Maar dan ruikt dus je parfum. Dan ruikt je was dus echt super lekker. Beetje naar parfum. Heerlijk. Je moet alleen wel wasmiddel gebruiken waar geen geur in zit. Dus dat moeten we zelf ook nog even kopen. Heel leuk. Echt grappig ook dat ik toen een berichtje kreeg van wil je dit proberen. Toen dacht ik ook gelijk aan mijn moeder. Heel lekker. Er zit nog wat bij. Oh ja, het is gewoon te vinden via wasparfum.nl. En dit is een, ik denk iets wat je in je kast kan hangen.
Met een geurtje ook. Lekker. En dit is nog een autoluchtje. Die ga ik aan mijn ouders geven, want ik heb zelf hier geen auto. Heel chill. Echt heel erg blij mee. Thanks. Super lief. Vet leuk ingepakt ook. En ik heb nog een pakketje binnen. En dat is ook mega toevallig. Ik had in deze vlog ook laten zien dat ik Revita les had gekocht. En ik kreeg dus de dag erna, nadat ik dat had gekocht, kreeg ik een berichtje of ik dit wilde uitproberen. Dus ik heb een sample gekregen. Dit is 0,75 milliliter. Daar doe je ongeveer 4 tot 6 weken mee. Dus ik zei ook al, oh my god, dit is heel toevallig. Ik heb het echt net besteld. Maar dit is dus hoe het eruit ziet. Dit is ook gewoon dat Wimper Serum. Dit is alleen een kleine versie. Dus ik ga denk ik eerst deze gebruiken. Ik heb die andere wel al 2 dagen gebruikt. Maar dat ik eerst deze opmaak. Dus ja, ik ben echt mega benieuwd. Super toevallig ook, want ik had het natuurlijk al besteld. Voor iets meer geld. Dus ja, heel leuk. Oké, het is even iets later. Het is nu 5 uur. Ik heb best wel veel kunnen schoonmaken en zo, dus daar ben ik blij mee. Vaak op zondag doen we een grote schoonmaak met stofzuigen en met dweilen en zo. Maar ik heb nu even de keuken gedaan, kamer opgeruimd, want straks komen Puk, Jessie en Cilla. Gaan we lekker borreltje doen. Maar ze blijven niet eten, dus ze komen na het avondeten. Dus daar heb ik zin in. Ik heb net Zwitserdeo gekocht. Het was 2 plus 2 gratis, dus ik heb er 4 gekocht. Vet veel. Het ruikt kapot lekker. Dus ik heb het net opgespoten. Ik heb nu dit topje aan van Chiquelle. Super cute. Blazer van Naked. En de broek is van Bershka. Ik heb nog geen schoenen aan, maar vaak als we bij ons gaan zitten, doe ik geen schoenen aan, maar mijn sloffen. Oké, ik heb even alles voorbereid. Ik heb ook net mijn nagels gelakt. Dat is echt dom. Maar ik heb alles even gesneden. Courgette, champignon eet ik zelf niet. Juul wel, maar dat was al gesneden. Mozzarella en ui. En ik ga dat nu eerst even opbakken. En ik heb dus van dit brood gekocht. Het was niet wat ik zocht, maar ik denk dat het hier ook best wel lekker is. Fluffy flatbread. Eigenlijk moet het zo'n grote, ronde soort van tortilla zijn. Alleen dan iets dikker. Ik weet niet echt hoe dat heet. Volgens mij is dat ook gewoon plat brood. Maar ja, deze moet zo in de oven. Maar ik ga eerst nog even die groentes oppakken. En ik was bijna vergeten te zeggen, maar er moet dus ook pesto op. Dus ik ga nu dit erop smeren. Oké, ze zitten nu in de oven, maar waarschijnlijk zie je helemaal niks. Ik ga ze er straks uithalen. Ze voeren echt maar 6 minuutjes in. Jules er inmiddels ook. En dan gaan we lekker eten. Oké, we gaan cocktails maken. En Jess gaat champagne poppen. Ik skiet je vaker. Wat ik dus echt zo lekker vind aan Apollo Spritz is dat het is een beetje zoals gin tonic, maar dan iets bitterder. Minder bitter. Ja, ik wil het zeggen. Ja, iets minder bitter. Ja, ik hou niet van te bitter hoor. Dat vind ik wel lekker. Prosecco. Zou dat nou anders zijn? Martini Prosecco? Nee toch? Mijn moeder zegt dat het anders is. In plaats van champagne? Nou, dat er gewoon een soort martini smaakje aan zit. Maar... Hey guys, het is vandaag maandag en ik ben de vlog aan het bewerken en ik zie dat ik nog geen einde heb. Dus ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden om te zien. Vond je het leuk, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je beneden nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!